Goedendag. Vandaag ga ik veel meer vertellen over de werkscore project wat ik in de afgelopen tijd aangedurfd heb. Ik heb het beroep van een technisch bestuurder bij een fabriek gekies. Hier de persoon zien om naar de hele fabriek en de grondstoffen gebruik om een speciale product daarvan te maken. Het is een beheer van een groot span mensen en een paar verantwoordelijkheid in de fabriek. Een voordeel van hier beroep is dat er baie wye verscheidenheid plekken waar je kan gaan werken. Enige ding wat jou interesseert, sal jy werk bevind, omdat die aanvraag so groot aan is. Die enigste nadeel is daar so, is een groot aantal werk wat jy moet doen voor die tijd om hier op te bouwen en jy moet lang studeer om een goeie graad te krijgen. Een voordeel van my werkskale ervaring was dat ek die machinerie kon gesien het wat die product soos die slaai en die groente skoonmaak en verpak. Maar ongelukkig, die nadeel daarvan was, is ons moest eerst baie toegang gekry tot dit, so het was een lang proces om mense toe reed om in te kom, en dit was baie koud daar binnen. So, ek sal sê, ek sal hierdie product wil aandurf, en ek sal hierdie beroep graag nastreef, omdat ek geïnteresseerd is in plantkunde en die effect wat het het op mense se ekonomie. Ek sal ook dit graag wil doen, omdat ek belangstel in beroepen wat my interesseer, en hier is graag nie elke dag diezelfde neem. So daarom sluit ek af. Baie dankie en tot ziens.